wat er uit het schip is gekomen. Dit ziet er niet schoon uit. Het is geen reclame. Ik bedoel, als je hier als toerist loopt, je ziet troep in het water. Bewoners in de haven van Hoorn maken zich zorgen om het afvalwater dat door de cruiseschepen op het Oostereiland wordt geloosd. Het stinkt en ook staat er veel schuim op het water. Er zwemmen kinderen hier. Het mag wel niet, maar het gebeurt. Een echte Hoorinees moet een keer in de haven gezwommen hebben, zeggen ze altijd. Honden zwemmen hier. Je moet niet willen zien gaan lozen. Ook is het gefilterd water. Het is continu een onderwerp van gesprek. Ja. Van, moet dat nou? Kan dat nou? We zijn zover, kunnen we nou niet dat kleinste laatste stukje oplossen? En dat ze, als ze moeten lozen, dan maar buitengaats dat doen. Maar niet in ons eigen havengebied. In het verleden is er al veel om de cruiseschepen te doen geweest. Met het af- en aanrijden van touringcars en de hoeveelheid schepen die aanmeerden. De gemeente laat weten dat de cruiseschepen voldoen aan de Europese regelgeving en dus het gezuiverde water gewoon mogen lozen. Ik denk dat wij schepen hebben van oud tot nieuw. En er zullen beslist schepen bij zijn waar het absoluut niet geregeld is. Het is misschien een idee om hier een waterinnamepunt aan te leggen. Ja. En dat zou, mochten ze toch willen lozen, dat dat een optie is. Dan sluit je het gewoon aan op het riool en dan is het weg en daar heeft niemand er last van. Er is eerder al aan de rederijen gevraagd om op open water te lozen. De gemeente laat weten bereid te zijn om met de bewoners naar oplossingen te kijken.